Heel mooi gedaan. Heel mooi gedaan. Heel mooi gedaan. Hoppatee. Heel mooi gedaan. Heel mooi gedaan. Hou hem binnen. Hou hem binnen. Heel mooi. Heel mooi. Mocht jij snel te goed willen halen voor FIFA Points, check de eerste link bovenaan in de beschrijving. Hey, kijkers van Microsoft Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe The Legend Dream. Badam. Vandaag gaan wij spelen voor dit pakketje. Oh, nee, niet deze, maar bam, dat pakketje. Ik heb nog 4 uur de tijd om één keer dat pakketje te winnen. Dat is een 50k pakket waar je 12 legendary items in krijgt van spelers. Woe, spannend, spannend, spannend. Dus laten we gewoon kaart ons best doen. Laten we winnen. Dit is ons team voor de mensen die het zich afvragen. Bam, jullie willen allemaal meneer Van de Wiel rechtsachterin en Tim Krul de goal. Ik wil eigenlijk liever nog geen money spenden, want dan kunnen we nog niet meneertje de pie kopen. Dus als jullie alvast op het duimpje omhoog drukken, zou super awesome zijn. En jullie zeiden voor elke 1000 likes mag ik nog een pack openen. Nou, de vorige video hadden we 1100 likes. Dus laten we proberen deze aflevering 2000 likes te halen. Dan supporten jullie mij enorm. En mag ik 2 pakketjes openen. Zou super awesome zijn. Alleen dat laat ik aan jullie over. Maar hopelijk kunnen jullie mij helpen. We spelen tegen deze meneer in zijn witte shirts. Ik neem ook wit. Nee, grapje. Zwart tegen blauw geel is veel mooier. Come on, let's do this. Het team waar hij mee komt is een best rap team. Meneer Dembele staat erin. Ja, dat is wel een mooi teampje wat hij heeft. Hij heeft wel in ieder geval snelle spelers. Dus dat is wel een beetje lastig. 4-1-2-1-2. Maar wij hebben toch Sneijder. Ook al is hij best wel oud. En is die vader alweer geworden. Hè? Meneertje Sneijder. Hé, daar had je hem. Oké, we gaan iets aanvallend spelen. We zetten hem op ultra aanvallend. En we zetten de druk op. Diep. Diep. Ja. Oh, perfecte bal. Op Promes. Hij kapt hem. En wat doet hij? Oh, in de handen van de keeper. Hoehoe. Heerlijke aanval. Dost. Boom. Oeh, wie was dat? Dat was geen Dost. Oh ja, hij is door. Hij is door. Hij is door. Nee, nee, nee. Oh, lekker Sillissen. Lekker Jappie. Jappie. Goed, Sneijder. Goed op de bal. Oké, hij heeft de corners. Misschien vervelend. Maar Nederland zijn altijd lang. Dus die koppen die bal wel weg. Dost. Dost. Dit is veel te hard. Die houdt niemand binnen. Zelfs Messi of Ronaldo niet, joh. Holy chips. Promes, pas hem terug. Heel goed. Heel goed. Goed zo. En weer diep. En weer diep. En weer diep. Ja hoor, je man voorbij. Je... Oh, nee. Hij gaf gewoon een voorzet. Holy shit. En ik kopte hem nog net naast. Nou, net naast. Goed naast, maar... Oké. Kijk hem gaan, kijk hem gaan, kijk hem gaan. Dost. Pas hem door. No! Nee, joh. Hoe dan? Lekker. Promes. Promes. Die bal, joh, gek. Boom. Op de lat. Hoe dan? Holy chips. Wat een schot. Holy damn. Echt, bij FIFA 16 mensen bij mij er nog niet in. Dit is echt erg. Holy friet. Holy damn. Gewoon elke keer net niet. Ah, wat een mof. Oh, ik heb er ook geen andere woorden voor. Wel mooi uitgespeeld. Dus terecht. Wel mooi uitgespeeld, maar wat een mof. Ik stap weer, ik stap weer. Links is helemaal open. Ja, heel mooi. Fuck man, echt. Hij heeft 2 kansen en dat zijn ook meteen zijn 2 goals. Oh, waar wij vol op de lat rammen. Oh, tuurlijk. Tuurlijk. Mijn speler raakt zijn bal, schot hem vervolgens niet weg. Nee, joh. Hey, vrij trap voor mij? Oh, tuurlijk, hebben we net Sneijder gewisseld. Hoe dan? We hebben gewoon serieus net Sneijder gewisseld en krijgen nu vrij trap. Nou, kom op, erin. Over. Oh, op de lat! Meen je dit serieus? Dit is onze 2e kans om weer op de lat. In 1 match, ik word hier helemaal gek van, joh. Dit kan niet. Ah, hij loopt me echt helemaal suf. Ik word... Hij heeft 4 kansen op een goal en alle 4 rand hij er gewoon in. Wat lekker van hem. Oh, dit is zo hopeloos. En onze vrije trap. Nee, hoor, op de lat. Maakt niet uit, op de lat. Hè? Hey! Ja, 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 op de stip. Oké, lekker. Oké, doorgaan, 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 doorgaan. Verre hoek. Hier. En nu gaat alles erin. Hoe dan? Hoe dan? Gewoon nu in één keer 4-2. Hoe dan? Speel hem gewoon in één keer helemaal weg. Op ultra aanvallend. Wacht even. Wij hebben 4 schoten op doel gehad.
Weet je hoeveel kansen we hebben gehad, vriend? Dat is niks. En ik moet en zal dat pakketje halen. Dat is onze kans naar dikke vette punten, man. We hebben 3 wedstrijden serieus om nog te promoveren. Dit is echt drama. We moeten winnen, man. Echt, anders weet ik het niet meer. Anders eet ik mijn hoed op. Nou, daar gaan we. En mogen we niet schrikken van zijn team? Ja hoor. Tuurlijk. Ik verwacht het ergste, maar daar mogen we natuurlijk nooit van uitgaan, hè? Oké, nu heeft hij sowieso een zware harde counter. Oh, snoeihard in de linkerachter korte hoek bovenin. Oh, nice goal, man. Echt een nice goal. Lekker Narsing. Lekker Narsing, je man voorbij. Voorzet. Voorzet, kop hem. Goal! Weer op die paal. Damn. Hoe dan, mensen? Dit is toch niet normaal? Hoekje gaat hij weer in. Ja, tuurlijk. Kapt hij hem naar binnen. Hup, en weer naar buiten. En weer naar binnen, en weer naar buiten, en naar binnen, en naar buiten. En dan hebben we de bal. Oh, Willems! Nee, joh! Sukkel! Nee! Oh! Pak hem, Silas! Ah! Feet! Het zit ons ook nooit mee. Oh, tuurlijk. Kapt hem naar binnen, naar buiten weer. Hup. Hij schiet. Oh my god! En die ligt er wel in! Oh, ik word echt helemaal koekoek gespeeld hier, mensen. Dit is toch niet gezond? Oh. Hoeveel kansen ben ik nodig, joh? Hey! Hey, ja! Sowieso dat wel een penalty is. Nou, gaan we nog een keer rechtsbovenin. Snijder. Huppatee, knal hem erin. Boom! En zijn keeper heeft hem. Tuurlijk! Oh my god! Dit zit er dan ook weer niet in! Het is toch ongelooflijk. Hoeveel kansen zijn we nodig? Hoeveel kansen? Hoeveel kansen? Oh my god, en dat schiet hem nog op de keeper ook. Lekker. Ja! Eindelijk! Stefan de Vrij? Wat doe je daar, knakker? Ah, afgelopen. Oké, weet je, ik ga gewoon nog een potje doen. Want ik wil dat pakketje gewoon winnen. Maar dit is echt gewoon 3 keer vette pech, man. We gaan gewoon inderdaad gewoon Narsing meteen in de spits zetten. Of het nou wel werkt of niet werkt. Of El Ghazi in ieder geval. Het moet maar. Ik zie het anders ook niet meer zitten. Holy shit. Echt. Kans op kans. En Stefan de Vrij die er gewoon meteen 2 scoort. We hebben gehandhaafd. We gaan gewoon bijna degraderen in divisie 9. Dit kan niet. Oké, laten we nog maar proberen dan. Oké, 1 ding gaan we gewoon doen. We geven gewoon El Ghazi, geven gewoon een verbruiksitem. We geven hem gewoon een dikke, vette, even kijken, training. Ik zou het anders ook niet weten. We geven hem gewoon een dikke training. Alle eigenschappen, +6, boom. Go, El Ghazi, doe het voor ons. Ik weet het anders niet meer, mensen. Ik word helemaal hopeloos. Ik heb gewoon geen goede afmaken. Alle kansen zijn op de paal, op de lat, op de... Noem het allemaal maar op, maar dit is hopeloos. Echt hopeloos. Oké, dit is nog degelijk. Hij heeft een leenspeler. Voor de rest heeft hij wel een full team wat gewoon met elkaar gelinkt is. Hij heeft in ieder geval een hogere beoordeling dan dat wat wij hebben. Maar hij heeft een fucking Russische trainer. Wie is dat? Hollebolle Gijs of zo? Van het sprookjesboek. Nou, we mogen het beste winnen, maat. Oh, kom op. Dit moet hem zijn. El Ghazi! Oh my god! 1-1 met de keepers. Oh, die trap je niet in de hoek. Goed zo. Boom. Ja. Woe. 0-1. Eindelijk voorstand. Yes. Woe. Echt waar, jongen. Kom op. Ik wil weten wat er in dat pakketje zit. We moeten de pie hebben. En een nieuwe spits. Heel mooi gedaan. Hoppatee. Heel mooi gedaan. Hou hem binnen. Heel mooi. Korte hoek! Oh! Nee! Hoe dan? Dat was wel een verre hoek, maar holy shit, kijk dan. De keeper ramt hem onder zijn elleboog. En hij gaat net over het goal heen. Holy shit. Oké, El Ghazi. Doe het nu dan! El Ghazi heeft gescoord! Hij scoorde van 3 meter afstand! Woe! Nice! Oké, Narsing. Goed, Narsing. Lekker, Narsing. Meters maken, Narsing. Je kan dat, Narsing. Goed zo. Voorzet. Koppen. Boom. Oh.
En we staan in één keer 0-3. Lekker de jong. Woe! Zie je, ik deed even de woe voor meneertje El Ghazi. Hij gaat graag rage quitten, dan mag ik 3 packs. Ga rage quitten. Doe het. Doe het. Yes! Woe! 3 packs. Dit bedoel ik. Dit is terugkomen. Alleen ik bal gewoon dat we de vorige 2 potjes gewoon verloren hebben. Ah! Nou, in ieder geval, we hebben gehandhaafd. Huh? We kunnen nog 1 winnen, dan zijn we weer naar een divisie verder. We gooien gewoon 1000 FIFA points er tegenaan. Kom op. Zeg dat hier wat goeds in zit. Ja. Nee. Is dit on... Is dat serieus onze speler? Is dit serieus ons? Zijn dit onze spelers? Hier hebben we 1000 FIFA points voor neergetikt. Serieus? Oké, 12 man op de markt. En nu mogen we nog 2 gewone packs openen. En hopen dat hier dan wel wat fatsoenlijks in zit. Want anders weet ik het ook niet meer. Oké. Kunnen we weer wat mensen op de markt zetten. Nou, laatste pakketje dan. Ho, 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 ho. Blijf liggen, controller. Ja, nee, jammer dan. Als alles een beetje mee zit, hebben wij voor de volgende aflevering in ieder geval meerdere verkochte spelers. Dat zou echt super gunstig zijn. Dan hebben we deze allemaal verkocht. Dan hebben we nog 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 spelers. 13. Hopelijk komen we dan een beetje in de buurt van de pie. Ik hoop het. Als jullie dan ook massaal op het duimpje omhoog drukken, mag ik weer extra packs openen. Oeh, spannend. Vergeet alsjeblieft niet op het duimpje omhoog te drukken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dus mocht je dat gedaan hebben, ben jij een superheld. We hebben de laatste match, hebben we gewoon iemand laten rage quitten. Dus dat is altijd een goed teken. We staan 7-2-7. Dat is in de tussenstand van scoren nog zo oké. Ik zag dat de rest van de FIFA-YouTubers ook wel wat moeite mee hadden. Behalve Matty, die gaat echt flawless in FIFA 16. Die zou wel weer een mooi trucje uit hebben gevonden. Maar hopelijk zie ik jullie bij de volgende keer weer bij The Legend Dream. En zeg ik tegen jullie, ciao!